Hallo, mijn naam is Koen. Welkom in de H-Motorsport Werkplaats. In deze serie nemen jullie mee in de bouw van onze circuitauto, genaamd V124. In deze aflevering gaan we ons richten op het achterste subframe. Maar voordat we dit subframe kunnen gaan passen, moeten we eerst de oude achteras onder de auto vandaan halen. Maar dit ging niet zo makkelijk als we hadden gedacht. Om de achteras te demonteren, beginnen we met de schokbrekers los te maken. Deze zijn relatief nieuw en komen daarom ook gemakkelijk los. De reactiestang en de bestuurderskam is een ander verhaal. Hoewel de moer van de bout afkomt, zit de bout compleet vastgerold. En omdat het niet uitmaakt welke kant loskomt, proberen we op de andere kant minder vastzit. We gebruiken hiervoor een pneumatische slagmoersleutel in de hoop de roest los te trillen. Deze slagmoersleutel heeft een kracht van 1200 Nm, wat 10 keer meer is dan waarmee je je autowiel vastzet. Echter is zelfs dit niet genoeg om de bouten los te krijgen. Zelfs een brekenbar is niet genoeg en dan blijft er nog maar één optie over. De reactiestang aan de bijrijderskant zit gelukkig minder vast en komt gewoon netjes los. Ook de torsiestang komt met minimale moeite los. Om dit soort bouten niet te breken, is het verstandig om deze eerst op te schonen met een staalborstel en daarna in te spuiten met wat WD-40. Op dit moment wordt de achteras alleen nog op zijn plaats gehouden door de aandrijfas en de leren banden waar de as in hangt. Let op dat je de as vasthoudt als je deze losmaakt, zodat deze niet op de grond valt. Ditzelfde geldt voor de gehele achteras. Nu we de oude achteras onder de auto vandaan hebben, kunnen we je goed laten zien waarom we gekozen hebben voor Mazda MX-5 ophanging. De Opel heeft een starre achteras, terwijl de MX-5 gebruik maakt van dubbele A-armen in de wielophanging, wat stukken beter is voor het weggedrag. Daarnaast kan het cadet-differentieel niet het vermogen aan van de motor en weten we dat een MX-5-differentieel tot 300 pk aan kan. En omdat we een stuk omhoog gaan in het vermogen, is het ook fijn dat we van ouderwetse trommelremmen naar schijfremmen gaan. Voordat we een nieuwe subframe kunnen gaan passen, moeten we eerst ruimte maken in de kofferbak. En dat gaan we nu doen. Er is op dit moment niet meer zoveel over van de originele vloer en de dwarsbalk waar de schokbrekers op gemonteerd zaten zorgt ervoor dat alles netjes op zijn plek blijft. Om te voorkomen dat er iets krom trekt als we deze eruit slijpen, verstevigen we het chassis met een dwarsbalk en kruislinksversteviging naar de wielkasten. Daarna kan ook de originele dwarsbalk eruit geslepen worden. Omdat de Cadet een circuitauto wordt, willen we dat het onderhoud zo makkelijk mogelijk is. Daarom maken we de subframe-ophanging heel eenvoudig met twee stalen balken. Op deze manier kunnen we het subframe makkelijk demonteren tussen de racers door. Oh.
dit moment missen we alleen nog maar de vering, remmen, aandrijfassen en het sperdifferentieel. Het sperdifferentieel is alleen maar geleverd op de specialere edities MX-5 en is daarom relatief moeilijk om te vinden. We hebben al deze dingen wel nodig om de auto op zijn eigen banden te kunnen zetten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit leuk en wil je op de hoogte blijven van dit project? Vergeet dan niet te abonneren. Geef deze video ook even een duimpje, daar help je ons enorm mee. En wil je op de hoogte blijven van onze andere werkzaamheden en projecten? Volg ons dan ook even op Instagram.